Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe FIFA video. Vandaag de OHL carrière modus. We hebben vandaag, we hebben een contract getekend met een Thai. Waarin wij eigenlijk 500 miljoen euro hebben bijgekregen. En ja, we hebben dus 500 miljoen euro bijgekregen. 506 miljoen hebben we nu transferbudget. En ja, we zijn opgewonden over de toekomst, inderdaad. Ja, wij gaan eerst naar het kantoor. Nee. We gaan naar seizoen, kalender. We gaan naar een bepaalde datum. Simuleren tot datum. En we moeten naar Zultewaregem. We gaan de wedstrijd spelen, want wij willen natuurlijk content op mijn kanaal. En ja, we gaan 4 wedstrijdjes spelen deze aflevering. Hier is het dus, op SCV. Op Ivy Lane. I'm Derek Ray, yes. Derek Ray en Lee Dixon. We gaan natuurlijk voor de top 4 dit seizoen. Dan spelen we play-off 1. Oké. Zie hier. Harry. Alisson en Doel. Vlieting en Gawa. Vaslav Jumelka. De Noren. Hubert. Malinov. Altamari. Tsova. Mercier en Harry. Als main striker. En ja. Hopelijk winnen wij deze wedstrijd. Ik hoop het echt. En hopelijk met hoge cijfers. Gaan we hier een stunt maken of gaan we geen stunt maken? We zullen het wel zien. En we zullen zo dadelijk de aftrap zien op deze. En Vossen heeft de aftrap gegeven. Harry met de 1-0, jawel! Thomas Harry, we gaan hier een stunt maken op Zultewaregem. En ja... We gaan voor de eerste plaats, echt waar, Thomas Harry met zijn eerste goal en iedereen vliegt rond zijn nek. Wow, de eerste goal van Malinov steekpas naar Harry. En Harry met zijn tweede, yes. Thomas Harry met de 0-2. Nog geen 10 minuten bezig en we zijn hier met 0-2 aan het leiden op Zultewaregem. Gaan we hier een stunt doen? Gaan we hier echt een stunt doen? Ik hoop van wel. En ja. Zie wat een goal. Oh my god. That's true. En Harry met de 2-0. We zijn het terug afgetrapt. Vos zijn aan de bal. Kamal Sowa. Harry met zijn hat-trick van de avond. Oh, 0-3 voor
OHA Leuven tegen Zulte Waregem. Echt waar. Dit is echt een van de topmatchen. We geven alles. We gaan gewoon dit seizoen slopen, jongen. Oké. De volgende aflevering komt misschien heel laat online. En misschien een paar weken of maand na deze aflevering. Maar we zullen wel zien hoe of wat. Tomari, gaat hij weer voor zijn vierde? Of Koorts gaat hij voor zijn vierde? Hij staat voor Bosuut en hij scoort gewoon de 4-0. Oh, wacht. Ik zie net dat mijn camera een beetje voor... de score staat. Dus ja. Thomas Harim dus met de 4-0 en... Echt, hij heeft al 4 doelpunten in de Apro League. Hoeveel gaat hij dit seizoen maken? En hoeveel goals heeft hij nog nodig? Hij gaat sowieso topschutter worden, dat weten we zo. En dan voelt hij weg. Oh, wat een goal, mannen! Wat een goal! Oh my god. Over Bosuut geshipped. Zijn 5e goal van de avond. Oh my god. Valt wel op dat ik vooral op Harry schiet. En... Oh my god. Hopelijk raakt hij niet geblesseerd. Oh, Bosuut, manneke. Je kunt er wel niks van, hè, Bosuutke. Als je dat al binnenlaat. Harry. Harry naar Mercier. En Mercier heeft ook weer een doelpuntje beet, ook met een chipke. Mercier heeft ook zijn doelpuntje beet. En Alisson heeft nog geen werk gehad eigenlijk. Dus waarom heb ik Alisson gekocht? Ik weet niet. Oeh. En dat was een chique doelpunt. Pff, Harry met zijn 6e van de Pro League. Deze kan dat toch niet meer? Allee, ik stap gewoon door die verdering door. Oeh ja. En het is echt chic hoe dat die mannetjes spelen. En ja. Het is eigenlijk... Het gaat... Dus dat schoten en allemaal winnen. Ah, Malenhof gaat ook eens een goaltje bijpakken. Ze. Waarom ook niet? Malenhof heeft er ook in gemaakt. 0-8. 0-8 in de eerste helft. Dat is toch niet meer normaal, mijn man. Dat is toch niet meer normaal. 0-8 in de eerste helft. En ja. Ik ben echt hier gewoon... Kamelsoa. Hopla. Harry met de 0-9. Zijn 7e goal van de avond. Pff, dat kan dat toch niet meer. Come on, zeg. Zijn ik nou zo goed in FIFA of wat is dat dan? Echt waar, ik. Maar wel goed voor. Natuurlijk voor. Voor zijn centen en zo. Hopla. Schoon afgewerkt, echt waar. Schoon afgewerkt. 0-10 op Zulte Waregem. We zijn gewoon echt. We spelen gewoon de. We gaan los kampioen spelen. Als ik het zo zie. De eerste wedstrijd spelen we gewoon los kampioen. Mouchal Tamari. Gaat ook zijn goaltje mee pikken. Hopla, Mouchal Tamari maakt een 0-13. Echt zeker zeggen van. Hopla, Harry. Met een 0-14. Wij spelen gewoon dus kamp. Allee, onze. Die heeft sowieso al topschutters, denk ik, beet. Maar hoeveel goals heeft hij al gemaakt? Hoeveel goals heeft hij al gemaakt eigenlijk? 11 doelpunten, joh. Hoe joh. Schrijvers. Wat doet Schrijvers nou? Schrijvers legt hem binnen. 0-15. Schrijvers legt hem gewoon binnen, joh.
Oh my god. Schrijvers zaten hem gewoon binnen, joh. En ja, we hebben dus eigenlijk geen voortoernooi gehad. En voorseizoentoernooi. En zie je, we staan heel fris aan de bak. En ja, naar de wedstrijd toen. En ja, we zullen wel zien wat we erin gaan zeggen. Oké, we zijn al 30 minuten aan het recorden. Oké. Oké, na de wedstrijd. Zultwargen. Ja, heel content eigenlijk. Heel blij. Super blij. De jongens hebben mij 100% gegeven. Er komt nog meer moois aan. Er komt nog meer moois aan. Inderdaad. Er komt nog meer moois aan. Want ik weet sowieso dat het leuk gaat worden. En ja. Wat een veel spannendere wedstrijd verwacht vandaag. En jij? Eigenlijk had ik ook al een spannendere wedstrijd verwacht. Dit had ik niet verwacht. Eerlijk gezegd had ik dit niet verwacht. Ik dacht dan, ja, eigenlijk. Ik ben dolblij dat we gewonnen hebben en ja. Nee, dat had ik eigenlijk niet kunnen verwachten. Nee. De zegen had ruimer gemoet, echt waar. Want we hebben een paar kansen echt over de lat geschoten en zo, dus. Eigenlijk hadden we nog meer. Ja. In deze match kunnen we dus geen. Op deze wedstrijd kunnen we dus geen. Hoe moet ik dat zeggen? Hymne doen. Normaal gezien was dat met de hymne, maar ja. Is on creativity. And no wonder he's off celebrating. For the keeper. Corner kick forthcoming. And firing it into the area. It didn't happen for them. 20-0. 20-0 thuis tegen. 20-0 thuis tegen Moeskroen PRW. Of Royal Excelsior Moeskroen. Oké. Voilà, avant de regagner le vestiaire, je suis avec l'entraîneur qui a accepté de répondre à nos questions. Prachtige doelpunten. Echt super. Echt een super talent. Tomari heeft de laatste wedstrijd 16 goals gemaakt. Ja. Oké. We zitten op Jan Breidelstadion van Club Brugge. Ofwel het Waalstadion. Hier komen ze op. En ja. Zie hem daarop komen. Zie hun daar. Wie is in deze wedstrijd? De captain. Oké, Ricky. Twee doelpunten voor de wedstrijd. Oké. Gaan we naar de opstelling van de thuisploeg zien.
En ja, Bas Dost en Noah Lang staan er weer op. Oké. This is the line-up for the home team. Brandon Mechelen. And they are a team we know for their aggressive high pressing. Well, absolutely, that takes a lot of hard work for an organization. Force the opposition. What is former? The weakness of it, you beat 4-3-3. You can get exposed at the back. And introducing the visitors lineup today. Pretty well balanced this formation. Nou, we zijn ook best aan, maar ja. 4-2-3-1. Messi is de captain. The lone striker will be supported and by the three just behind him, especially the number 10 who will be given a free roll. And now they get the ball rolling. We zijn begonnen aan de derde wedstrijd van de competitie. We hadden nog naar Messi. Ari. Ari passeert voor een Mielen. En 0-1 tegen Club Brugge. Ja, dat is de 1-1. Dat is ons eerste doelpunt in de Pro League, dat is erg. En we staan weer 1-2 tegen Club Brugge. 1-2 tegen Club Brugge. Onthoud die 1 en onthoud die 2. De gewonnen is een match gedomineerd en wat druk mag zijn. Merci pour votre disponibilité pour répondre à nos questions. Een super goed spel. Harry de superster. 16 goals weer al. En ja. Inderdaad, ik had ook een spannendere wedstrijd verwacht. Inderdaad, ja, wauw. Eigenlijk niet, nee. Je dacht dan niet, nee. De zegen had ruimer gemoeten, echt waar. Inderdaad, ja, de zegen had ruimer gemoeten, want we hebben een paar keer... camera lens trained on one man. A free scoring performance when last we saw him. Tak, how tak, about tak. On this occasion? Stay with us. Yeah. And a warm welcome on what is an ideal night for football, you've got to say. I'm Derek Ray. With me for commentary is Lee Dixon. And very excited to be able to bring you live action from the Pro League coming right up. This should be high intensity stuff, Lee. Yeah, thank you, Dave. Real pleasure to be here. Looking forward to this game. Players will be a bit nervous. I was always nervous at the start of games. It's important you get your first pass off to your colleague. Maybe get a good tackle in. Settle the nerves down. Looking forward to a good game here. Geschiedenis geschreven. 41 doelpunten de competitie overdicht. En op een bankje beschrijft van Tim Martens. Alles stond al in doel met een 4-2-3-1 combinatie met 4-2-3-1 opstelling. En ja. Ja. Laat ons aftrappen. En tegen KV Kortrijk. Wauw. Gaan we hier echt weer een 44 doelpunten in de competitie.
Hey, wat is dat, jongen? Penalty? Oké, als we moeten hebben. Oh my god. Interview na wedstrijd. Mechelen heeft 0-1 verloren tegen Eupen. En ja. Merci à vous de nous accorder quelques instants après ce match. Wat een geweldige wedstrijd. Wat een geweldig resultaat. Harry heeft 14 prachtige doelpunten gemaakt. Wat vond je van het spel? Harry is een superster. Inderdaad, hij is een superster. En hij zit nu aan heel veel goals. Hij zit nu aan 57 goals, denk ik. We hadden vandaag veel spannende wedstrijd verwacht. En jij? Eigenlijk niet, nee. Geen uitdaging. Het was voor ons, het was helemaal niet zo'n grote uitdaging. Voor ons eigenlijk was het geen grote uitdaging. En ja, uiteindelijk wonnen jullie vandaag met 15 punten ondanks de langzame start. Was je nog we scoren graag. Ik heb het vertrouwen in al. Ik heb alle vertrouwen in jongens. Inderdaad, ik heb alle vertrouwen in jongens, ja inderdaad. En ja. Merci d'avoir répondu à nos questions. En bedankt voor het kijken naar deze video. Ja. De volgende aflevering moeten we thuis tegen Gent, moeten we naar Genk. Moeten wij thuis tegen Oostende en moeten we uit naar Waasland. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mijn naam is altijd Dylan. En ja, joe.